Ik wapende me daartegen door er zo min mogelijk naar te kijken. Ik bedoel, gelukkig zit, laten we dat hier ook wel even zeggen, hè, lang niet heel Nederland op Twitter. En daar hou ik me dan ook maar aan vast. Dat het in die zin niet representatief is. Maar ik probeer me er zo min mogelijk eigenlijk op die manier van aan te trekken. Maar je kan zeggen het is niet representatief. Maar je merkt wel in Amerika en bijvoorbeeld Engeland dat er vrouwen uit de politiek verdwijnen. Dat is dan misschien een klein groepje dat ze kapot maakt. Maar wel zo kapot maakt dat ze denken, nou, laat maar gaan. Ja, en dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. Dat is ook wel de reden waarom ik denk, nou ja, ja precies. Ik schuif graag vanavond aan. Maar daar aan moeten we er ook over praten gewoon. Het is ongelooflijk dat jullie net doen alsof dat een persoonlijk probleem is. Nee. Ik heb dat artikel in De Groene gelezen, omdat ik op dat blad geabonneerd ben. En zeer terecht. Het is een schande. Het is vernederend. Het is bedreigend. Het is werkelijk niet te geloven. Mm-hmm. We zien hier, gelukkig maar, een paar hele kalme. Maar als ik zie wat daar is gebeurd de afgelopen jaren, dan is het met geen pen te beschrijven. Mm-hmm. Hoe agressief het is, hoe bedreigend. En nu doen de vrouwen die daar last van hebben, zoals jij, of jij, alsof dat een individueel probleem is. Dit is structureel. Dit is werkelijk te erg voor woorden. Want het schrikt jonge vrouwen af om in de politiek mensen te gaan. Mensen thuis denken nu, ja, dat is Hedy Dancona. Ja, natuurlijk. Maar ze was staatssecretaris en ze was minister. Ja, maar ik vind toch dat we dat even moeten doen. Het is niet haar individuele probleem. We gaan eerst even naar jou kijken. Ja, maar ja. Ja, leuk. Okay. Ja,